Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Meneer Rosenthal, nog weer een sprongetje even naar Iran. Er wordt in Wenen nog steeds en regelmatig gesproken over hervatting van die nucleaire deal. Dat leek een tijdje toch wel ondanks alles in de goede richting te gaan, maar daar werpt nu ook die oorlog in Oekraïne een schaduw over. Want het is de enige plek zo'n beetje waar Rusland en Amerika nog met elkaar praten. Maar is er een kans dat ze onder deze omstandigheden op dat punt bij elkaar kunnen komen, of is dat ook verkeken? Het leek er even op dat die deal die heel dichtbij was zou worden verstoord, uitgesteld, zo niet afgesteld, doordat van de kant van de Russen door minister van Buitenlandse Zaken Lavrov ineens de eis werd gesteld dat wanneer die deal zou tot stand komen, dat dan Rusland gevrijwaard zou zijn van een sanctieregime in zijn relaties met Iran. En dat is op een bepaald moment weggewerkt. Als ik nu naar het bredere plaatje kijk, heb ik twee opmerkingen daarover. De eerste is dat we natuurlijk wel te maken krijgen met een wonderlijk samenstel van verdragspartijen. Namelijk onder meer Iran en dan daarnaast ook Rusland, die we toch niet als al te betrouwbare partijen in het internationale diplomatieke verkeer moeten beschouwen. Dat is één. En het tweede punt is, en dat bedacht ik eigenlijk gaandeweg, nu Poetin eigenlijk toch die nucleaire dreiging weer een beetje heeft op laten komen, denk ik bij mezelf van nou, voordat je nou Iran met Iran een deal gaat sluiten en dan vervolgens in dat verdrag, want zo is dat, in dat komende verdrag vooral ook veel nadruk legt op de directe relaties tussen Rusland en Iran, waar het gaat om het behulpzaam zijn naar Iran bij het verder aanzetten van het vreedzame gebruik van nucleaire energie, dan denk ik, dan krap ik me nog wel eens even achter de oren. Ja. Ja, dat begrijp ik. Nog één dingetje. Nog één kwestie. Noord-Korea heeft nu net weer de wereld verrast met de lancering van een ballistische raket. Die kwam niet zo ver van Japan neer. Die hebben een atoomwapen. We weten alleen niet precies hoeveel, maar ze hebben het wel. Ja. Wat betekent deze hele ontwikkeling nu voor Noord-Korea en vooral ook voor de positie die Rusland en China innemen in die relatie met Noord-Korea? Het belangrijkste, denk ik, is op dit ogenblik dat Noord-Korea heel goed, dat dictator Kim daar heel goed kijkt naar de manier waarop de westerse landen, en met name Amerika natuurlijk, hebben gereageerd op die onverwachte en ook onverhoedse harde taal van Poetin over het gebruik van tactische of überhaupt kernwapens. En de Amerikaanse reactie was du moment dat Poetin zei, ik verhoog het waakzaamheidsniveau met betrekking tot het gebruik van kernwapens, was de directe reactie vanuit de Verenigde Staten een van pure de-escalatie. Men heeft vanuit Amerikaanse kant de nucleaire waakzaamheid niet verhoogd. Amerika heeft onmiddellijk een oefening die ze pal erop zouden doen uitgesteld. En ze hebben dus ook, Amerika, zijn onmiddellijk in beweging gekomen om in elk geval een soort van hotline te lanceren tussen hun ministerie van Defensie en dat van Rusland, ten einde misverstanden in het nucleaire arena te voorkomen. Dat kan Noord-Korea, of het goed is of juist is of niet, in elk geval opvatten als een wat zwakke reactie van de kant van Amerika ten opzichte van Rusland wanneer het om die kernwapens gaat. En dat valt dus, gaat dus op één lijn met waar u het al over had. Het feit dat Noord-Korea, ik denk niet toevallig, nou net in de afgelopen tijd, tot twee keer toe, meen ik, een test heeft gedaan met ballistische raketten. Ja. We zijn zo'n beetje rond de wereld. Welk stukje ontbreekt nog in de keten van met elkaar samenhangende kwesties door die crisis in Oekraïne?
Nou, wat heb ik overgeslagen? Nou, hooguit zou je kunnen zeggen, en u had het daar in het begin over, maar toen hadden we het alleen over Europa, wat natuurlijk een enorme discussie op dit ogenblik is en gaat worden, is in hoeverre de bordjes worden verhangen in de relatie tussen aan de ene kant de autocratieën in de wereld, zo niet de totalitaire regimes in de wereld, China en Rusland, en aan de andere kant het Westen en de liberale democratieën. En dan moet ik u zeggen, als ik het op de keper beschouw, en daar werkt u kennelijk naartoe, dan zou ik zeggen dat door die oorlog tussen Rusland en Oekraïne China duidelijk in een goede positie terechtkomt. Eigenlijk wel een behoorlijke stap vooruit heeft gemaakt vanuit zijn belang. Dat de Verenigde Staten, Biden, toch ook wel een hele goede, eigenlijk heel goed op koers ligt waar het betreft het weer vitaliseren van de eensgezindheid van het liberale Westen, dat de grote verliezer in dit geheel Rusland zal zijn en dat Iran en Noord-Korea inmiddels een beetje lijken mee te liften op datgene waar China dan de grote winnaar lijkt te zijn. Ja. Een prachtig palet, mag ik wel zeggen, van een globe die we hebben neergezet. Dank.